Dag beste cultuurkanaalkijker, hoog tijd voor een nieuwe aflevering en we openen met een heel bijzondere gast. Ja, de West-Vlaamse muziek die scheert hoge toppen en onze volgende gast is een promotor van de West-Vlaamse taal op muzikale wijze. Van Hasselt tot Brasschaat, van Afligem tot Zulte, hij wil die mooie West-Vlaamse muziek overal kenbaar maken. Dag Joeri de Kuiper of Javaan. Goeiedag. Blij dat je bij ons bent in de studio, eindelijk ben je er geraakt. Ik ben hier zeer goed geraakt vanuit het verre Roeselaren, ja? Maar het was zeer makkelijk vindbaar. Maar ja, zeg Joeri of Javaan, hoe oud ben jij? Ik ben 34. 34? 34. En, ja, dat begint te tellen, hè. Dat is niet waar. Zeg, hoe lang ben jij al met muziek bezig? Ben je als jonge man, jonge knaap, zong jij al in de badkamer en in ja, de slaapkamer? Ik denk dat het wel is. We zijn eigenlijk een redelijke muzikale familie. Allemaal badkamerzangers en zangeressen. En ik denk dat ik dan de enige ben die dacht van ik ga er nog iets meer mee doen. Ja. Dus als jonge gast. Ik ben eigenlijk de jongste van een vierling. Is het wel? Ja, dus dat, is, dat hoor je niet zo vaak natuurlijk. En alle vier zongen we heel vaak. En ik had zoiets van ik wil er toch nog iets meer mee doen. Dus heel vroeg had ik een groepje, The Itch heette dat. Ja. We deden het voorprogramma van Arno in Oostende. Dus dat we deden ook zo enkele wedstrijden mee en dat ging goed. Maar ja, iedereen had zo'n beetje zijn eigen weg natuurlijk. En dan had ik besloten om wat meer in het rustige genre, de luistermuziek, te gaan fungeren. En wanneer wist je dat je er meer wou mee doen dan het enkel bij een hobby houden? Ik denk dat dat wel iets is dat je altijd denkt van ja. Met muziek wil je proberen je geld te verdienen. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel die dat doen. Ja. Dus moet je een beetje realistisch zijn en ook ergens iets anders gaan doen. Dus het componeren en composities maken en muziek maken op zich is een toffe hobby. En als je het geluk hebt dat andere mensen je muziek ook leuk vinden, dan denk ik dat al heel veel is en dat je dan daar eigenlijk gelukkig mag mee zijn. Ja. Jij bent zanger en ritmegitarist. Ja. Ik doe de ritmegitaar, dat is niet echt een verschil met gewoon gitaar spelen of zo, maar de ritmegitarist die gaat hem enkel zo op de maat gaan houden. Hij zal de ritme spelen van de liedjes. Ik heb meestal als ik live ga spelen ook een leadgitarist mee en die kan fantastisch goed spelen. Is ja, die is ook, dat is een professioneel muzikant ook, die speelde heel veel groepen, heel veel bands. En, dan laat ik, dan geef ik mezelf de titel ritmegitarist en is hij leadgitarist. Zeg, jouw allereerste nummer dat jij zelf hebt geschreven was voor jouw eerste grote liefde? Ja, ja dat klopt. Hoe dat ik het weet, hè? Ja, dat klopt. Nu, het lied Papier dat ik nu wil promoten is sinds dit jaar uit. Die gaat meer over een breuk. Ja. Jammer genoeg, maar de allereerste teksten gingen over het vieren van de liefde. Het is niet allemaal kommer en kwel in optreden van Javaan. Maar ik denk dat de meeste inspiratie als je muziek schrijft ook sowieso over ervaringen gaan. En die ervaringen zijn ook meestal met de liefde geconnoteerd. Ja. En dat is bij jou ook het geval? Dat is zeker het geval, ja. Dat klopt. De eerste liedjes die waren allemaal misschien iets happier, jonger, jeugdiger. En nu zijn ze waarschijnlijk van op een ander niveau in de zin dat je wat meer op een andere manier. Je kunt blij zingen, ik hou van jou, maar je kunt het ook op een andere manier gaan brengen. Absoluut. Net zoals ik met papier ook probeer te doen, dat is dat je kunt er zoveel mee doen, maar eenmaal dat het gescheurd is, dat het kapot is, is het gedaan, is het voorbij. Kapot, en dat is denk ik zo hetgene dat ik probeer te doen met mijn muziek. Het is luistermuziek, het is niet dat je gaat dansen, alhoewel dat ik wel probeer, maar wat uptempo liedjes ook een show volledig te maken, dat het niet enkel luisteren is. Maar à la het zesde metaal, als ik mezelf met zo'n grote groep mag vergelijken, dat het in dat genre is, dat het uptempo en downtempo is. Laat ons het er zo meteen verder over hebben, want iemand die zingt willen we natuurlijk eens horen. Hè. Je gaat een eerste nummer brengen. Naar wat gaan we het genoegen hebben van te mogen luisteren? Ja, het eerste nummer is dus Papier. Papier, wat ik daarnet, waar ik daarnet over sprak. Het is een luisterlied over hoe breekbaar we zijn als mens. En hoe kunnen we omgaan met hoe andere mensen met jou omgaan. Hoe ga jij... het is heel veel... hoe zou ik het zeggen? Je kunt tegen heel veel. Mm-hmm. Je kunt echt tegen veel als mens. Maar op een bepaald moment is het voorbij. Ja. En dat is eigenlijk waar dat papier over gaat. En je hebt het zelf geschreven? Volledig zelf gecomponeerd muziek en tekst. Ah, wel. Javaan of Joeri, laat je helemaal gaan. We gaan luisteren naar jouw papier. Dank u.
Javaan, we hebben net jouw mooie intieme nummer Papier gehoord. Het is een zeer gevoelig nummer. Ja, het is een heel kwetsbaar nummer. Ik probeer het ook zo te brengen. In de setting met de volledige band kan alles wel wat warmer en zo. De ondersteuning van de band zorgt ervoor dat het wat voller klinkt. Maar ik vind het leuk om het een keer volledig akoestisch te brengen. Ja. Het is ook een klein beetje uit mijn comfortzone op die manier. Is het waar? Ja, omdat ik gewend ben dat er dan die mensen achter me staan en dat die begeleiding zo wat voller klinkt. Het is goed, ja, als je muziek begint te componeren, is het ook altijd enkel op mijn gitaar dat ik het doe. Dus ja. Het is leuk om het een keer zo intiem te brengen. Nu, je bent zelf een West-Vlaming, maar daarom hoef je nog niet in het West-Vlaams te zingen. Waarom heb jij die keuze gemaakt? Heel bewust? Ja, heel bewust. Heel vroeger was het in het Engels. Ja? Een rockbandje in het Engels, zoals heel veel rockmuzikanten van 16 jaar. Maar dan kon ik niet echt mijn solas kwijt in het schrijven van de tekst. Ze waren te oppervlakkig. Ja. En ik denk dat je toch ergens een beetje diepgang wil steken in je tekst, dat je dat moet doen in een taal die je het best beheert. En van mij is dat West-Vlaams. Ja. Dus ik heb ook even in het algemene Nederlands gespeeld. Maar dat lag ook niet genoeg binnen mijn comfortzone voor de tussenteksten en dergelijke. Als je praat tegen je publiek, als je wil proberen
een één te worden met je publiek, zeg maar, dan is dat voor mij het allerbest. Ja, want jij wil de mensen meenemen op een intieme reis. Ja. Heel... Ja, want ik probeer het zeer interactief te maken. Ik probeer, het is niet ik die hier sta, ik speel en jullie luisteren. Ik probeer de show echt wel... Het is een showcase, zo heet ik het ook altijd. Het is geen optreden, het is een showcase waarin dat we dus de mensen gaan betrekken. We willen niet dat ze op het podium moeten komen of zo, dat niet, maar we gaan echt wel die connectie gaan zoeken. Ja, je wil een warm deken uitspreiden daar komt met jouw muziek. We willen dat er een soort van comfortzone is, een beetje zoals ons de babbel hier nu. Dat het gezellig is en dat, het, ja, dat de mensen er goed gaan mezeerden. En dat is echt zo het gevoel dat was een intieme en een mooie. Want ondanks dat je wil dat de mensen zich goed amuseren, wil je ook een boodschap meegeven. Het is de bedoeling dat ze er toch even over nadenken over wat je te vertellen hebt. Ja, inderdaad, dat klopt. Zoals je zegt, Frederik, is het inderdaad de bedoeling en net daarom dat je het in eigen taal doet, of dat je net die boodschap kunt overbrengen van goed, het is niet zomaar I love you baby, forever and ever, dat is niet, het is veel dieper dan dat en dat maakt het kwetsbaarder en eerlijker ook het optreden. Hoe zie jij de toekomst met Javaan, Jury? De toekomst is dat we toch wat meer in het culturele centrum gaan spelen, misschien een voorprogramma kunnen doen van een grotere band. Zou heel tof zijn om dit jaar mee verder te gaan. En de Nationale Radio is ook wel toch een doel dat we niet onder stoelen of banken steken. Maar het lied Papier alleen al moet die deuren toch openen. Hè? Ja. Zo meteen krijgen we nog een tweede nummer om af te ronden. Maar ik wil toch nog even een zijsprong maken, want je hebt nog een ander leven gehad of nog hebbende, dat weet ik niet. Jij bent hooglaar illusionist. Ja, het is hooglaar mentalist. Mentalist, ja. Ja. De illusies doe ik niet, dat is... Voor andere mensen, wat ik doe, is de tak mentalisme. Dat klopt. Dus het creatief bezig zijn is niet enkel met muziek. Van mij is dat echt iets die op en neer gaat. Als je creatief met dingen bezig zit, is het ook... Ja, dat komt niet altijd gewoon aan je tafel zitten. Ik ga je een keer een tekst schrijven en voilà, dat is de beste tekst ooit. Nee. Dat is niet, dat komt in vlagen, dat komt in het moment. Dat als je dingen meemaakt, en met goochelen is dat ook zo. Ik doe mentalisme, ik doe dat heel graag. Maar dat is, het is een evenwicht tussen de twee. Ik heb ook het Belgisch kampioenschap meegedaan in 2019. Ja. Daar vijfde dus geëindigd. Dat was superleuk. Maar dan voel je plots toch die roeping weer naar muziek. Ja. Dan doe ik weer wel meer muziek. Ja. En dus zo, het is altijd ergens creatief bezig zijn. En die gedachte om beide te combineren? Wel aan gedacht, maar ik ga dat niet doen. Nee. Dat gaat te veel van het goede zijn, denk ik, voor mijn publiek. Want ik probeer dus echt wel die connectie te gaan zoeken met mijn publiek. Maar ik heb het nog gedaan, ik heb nog zo opgetraind als en ik doe wat mentalisme trucs, ik ga wat gedachten lezen doen en dan speel ik wat muziek ertussen. Ik heb daar ook een heel verhaallijn aan geschreven, maar als je wat feedback vroeg na de optredens, was dat toch zo van ja, is het nu hooglaar Javaan, is het nu muzikant Javaan? Dus heb ik toch beslist om die twee toch wel gescheiden te gaan. Maar doe je het nog? Kan men bij jou nog terecht voor het goochelen? Eigenlijk niet. Het is vooral muziek die nu weer hetgeen is die het meeste tijd van mij neemt. Maar ik doe het wel nog steeds graag, dus voor vrienden en familie wel. Maar ik ga niet meer op een podium echt actief gaan goochelen. Nee. Maar alles kan nog natuurlijk. Zeg nooit nooit. Maar ja, je zegt de tijd gaat naar de muziek. Dus laten we daar nu ook nog even wat tijd voor maken. Je gaat ons een tweede nummer brengen. Naar wat mogen we luisteren? Het tweede nummer is een beetje een laconieker lied. Omdat ik het toch wil aantonen met papier is wat kwetsbaar en intiem. En met het tweede nummer wil ik toch ook iets meer... Het grappigere, het is een aanhalingstekens stijl van muziek dat we willen brengen op een podium. En het heet Klavers. En dat is eigenlijk, het komt erop neer, het gaat over verslaving. Een beetje een zwaarder thema wel, maar ik probeer het zeer luchtig te brengen. Wanneer je iets doet waar je zo verslaafd aan zit, dat kan een hobby zijn, maar dat kan ook werkgerelateerd zijn, dat kan de liefde zijn. Dat kan alles zijn waar je zo verslaafd aan zit, dat is moeilijk om terug te keren van iets dat je van geproefd hebt. Ja. En dat is met Klavers. Eenmaal een koe van de Klavers heeft gegeten, dan wil hij nooit meer terug. Daar komt het op neer. Maar dat is fantastisch. Hè? Je maakt ons heel benieuwd om jouw nummer te kunnen horen. Jury de Kuiper, gekend onder Javaan, hartelijk dank voor jouw aanwezigheid. Bedankt voor jouw nummers alvast. En tot bij een volgende gelegenheid. Merci. Me van deze, niet meer op café. Het is een gewend, ik versta dat wel. Zoet welke lot, is niet van tel. Het is gewoon de vrouw, wat zie je ermee? Eens dat de koe naar de klavers is geweest, krieg je ze er moe.
zeggen om verder te zien. Gewoon nog in pangor of te leren. Gewoon nog in de nek ombring, we kunnen er toch nog in het drink. Maar bos, zeg die land door, maar weer aan. Heb nog keer een kukke, een bootje of een glas. Een liepel of een bos, een zullen of een tas. Niet meer op café. Een trommeling hier, toch niet aan. Dat is een veel te groot cliché. Ik houd verzeker zelfs niet aan. Eens dat de koe in de klavers is geweest, vlieg je ze er moeilijk u. We gaan nog in bang voor of te leren. We gaan nog in de nek ombrengen. We kunnen er toch nog in en brengen. We pas ik die land door maar weer aan. We hebben nog een kukke, een bootje of een glas. Een liepel of een bos, een zule of een das. Het is misschien wel beter dat ik het doe. Althans, dat schreeuwt mijn vrouwen me toe. Vergelijkt je niet met een koe. Dat is toch niks voor jou. Zeg ze dat de koe naar de klavers is geweest. Bluk die bieter wat dan zegt. Zeg ze dat de koe naar de klavers is geweest. Die bieder was.